Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door iamweather, de weertool voor de echte weerliefhebber. Ontdek het op iamweather.com. Goedendag, juni 2024 gaat de boeken in als toch een te frisse en vrij natte juni maand. De zon was vaak de afwezige en er vielen af en toe flinke buien. Toch was de laatste week echt wel heel ander weer. Want als we terugkijken naar afgelopen maand, zien we gelijk dat de laatste week van juni behoorlijk warm verliep met temperaturen vaak tussen de 25 en 30 graden in de beeld. Maar tot die tijd viel juni echt tegen. Als we die laatste week van juni niet hadden, dan was juni best wel koud verlopen. Zeker in vergelijking met vorig jaar, want toen lag de temperatuur in de beeld vaak tussen de 25 en 30 graden. Echt een wezenlijk verschil, juni dit jaar en vorig jaar. Maar goed, inmiddels liggen we weer in die koelere lucht. De wind is naar het westen gedraaid en we liggen weer onder invloed van lage drukgebieden. Hoewel het deze zaterdag echt nog wel een stukje warmer wordt, is het vanaf zondag toch wel voorbij met de pret. De wind komt uit het westen en voert over het algemeen relatief frisse en wisselvallige lucht aan. Vaak buiengebieden die weer overtrekken en temperaturen die tegenvallen. Toch verwacht ik dat het allemaal nog wel meevalt qua verregende dagen. Eerder in juni zagen we toch al een paar dagen met behoorlijk wat regen. Dat zie ik de komende week nog niet gelijk gebeuren. Maar stabiel zomerweer en ook warm zomerweer behoren toch wel weer even tot de verleden tijd. Ook als we naar de luchtdrukafwijking kijken, zien we dat beeld eigenlijk min of meer goed terug. Lage druk, vooral ten noorden van ons land en ook in onze omgeving, is lichte luchtdruk toch lager dan gebruikelijk. Hoge drukinvloeden zien we pas ver op de oceaan. En ja, daar hebben we op dit jaar getij gewoon heel weinig aan. En als we kijken naar de neerslagafwijking, zien we ook dat er elke dag toch wel makkelijk wat regen kan vallen, meer dan gebruikelijk. En als we er elders in Europa kijken, zien we een hele opvallende groene lijn vanaf ongeveer de Adriatische Zee over de Baltische Staten richting Noord-Europa. Daar ligt namelijk het scheidingsvlak komende week tussen hele warme lucht in het oosten en dus die relatief frisse lucht bij ons in de omgeving. Daar dus elke dag de vorming van een aantal stevige regen- en onweersbuien. En bij ons in die frisse lucht dus ook eigenlijk elke dag buien. En als we ook nog verder naar Zuid-Europa kijken, zien we dat die frisse oceaanlucht zelfs doordringt tot in Italië en Spanje. Dus ook daar temperaturen die iets onder de norm liggen. Maar daar moet wel bij gezegd worden, een afwijking van 1 tot 3 graden onder de norm betekent in Spanje of Italië nog altijd zomerse temperaturen. Als we naar de tweede week van juni kijken, zien we toch iets aan verandering qua luchtdrukpatronen. We zien namelijk hoge druk toenemen ten noorden van ons. Waarschijnlijk vormt zich een groot hoge drukgebied boven de Baltische Staten en Noord-Europa. Daaromheen de aanvoer van relatief warme lucht tot weer in Centraal-Europa. Maar bij ons toch weer een luchtdrukafwijking naar beneden. Weer relatief lage luchtdruk in onze omgeving. En daardoor ook de vorming van buien elke dag. We zien een signaal waarbij het weer iets natter is dan gemiddeld. En dat is allemaal te verklaren om dat lage drukgebied heen. En daarbij ook temperaturen die wel iets oplopen door die oostenwind. Die tot aan onze omgeving waarschijnlijk reikt. Maar dus ook de vorming van die buien. En als we dan in de pluim kijken, dan zien we ook tot volgend weekend dus die temperaturen die over het algemeen best wel tegenvallen. Temperaturen onder de 20 graden tot aan het weekend. Pas vanaf het weekend komen de temperaturen waarschijnlijk weer boven de 20 graden. En in de tweede week zien we inderdaad weer dat iets warmere weer. Maar echte thermische hoogstandjes verwacht ik voorlopig niet. Zeker niet als we kijken naar de spreiding, want ook de spreiding blijft ruim onder de 30 graden zitten. En als we dan naar de derde week van de 30-daagse kijken en vanaf half juli als ook de zomervakanties beginnen, ja, dan zien we toch de signalen allemaal iets vervagen. Dat is ook wel vrij gebruikelijk op deze termijn van de 30-daagse. Maar wat wel opvalt is dat we waarschijnlijk in een soort van zadelgebied komen te liggen, waarbij echt sturende druksystemen ver van ons land vandaan liggen. En wat dan gebruikelijker is voor dit jaargetij, is dat het dan ook wat natter is. Want dan kunnen met dagelijkse gang gemakkelijk buien ontstaan. Waarschijnlijk in dit jaar getijden zijn dat ook buien met een wat onweer of een wat zomers karakter. Met onweer of wat hoogstbuien. En daarbij ook de bijbehorende temperaturen die weer iets onder de norm liggen. Vooral in dat gebied waar het wat natter is door die dagelijkse gangbuien. Op de Noordzee daarentegen iets warmer weer. Of tenminste iets warmer dan gebruikelijk.
eigenlijk heel normaal. En wat nog altijd opvalt is die enorme bel met warme lucht boven Oost-Europa die nog niet echt onze kant op weet te komen. Als we naar de laatste week van juli en deze 30-daagse kijken, worden die signalen allemaal wat meer sumier, vervaagt allemaal wat meer. Neemt de onzekerheid dus ook, zoals vanzelfsprekend, toe. Misschien dat we tegen die tijd wel weer met wat serieuzer zomerweer te maken krijgen. Maar ja, de onzekerheid is gewoon groot. Wat dan wel weer positief stemt, is dat de temperatuur waarschijnlijk rond of iets boven de norm voor de tijd van het jaar ligt. En dat is dan misschien toch iets van een goed teken voor de zomerliefhebbers onder ons. Goed, kort samengevat. In de eerste twee weken van deze 30 dagen zien we toch een toename van lage druk in onze omgeving. De terugkeer van de westenwind en daar dus ook het relatief koelere weer. Wel neemt op de termijn de onzekerheid toe. Warmer weer ligt in de buurt, maar lijkt ons niet echt helemaal te bereiken. En als dat dan gebeurt, dan is dat vaak met veel neerslag in de vorm van buien. Eerst met die westenwind en die storingen. En later waarschijnlijk dat warmere weer onder een zadelgebied met dus die dagelijkse gangbuien. Ja, echt stabiel zomerweer heb ik dus niet echt in de aanbieding in deze 30-daagse. Ik wens u hoe dan ook een fijne dag en tot de volgende keer.